Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Huizen. We gaan het hebben over huizen. Huizen? Ja, in de breedste zin van het woord. Dus je eigen huis, andere huizen. Wat vind je van huizen? Zijn het lelijke huizen, zijn het mooie huizen? Wat kan je er allemaal mee doen? De do's en don'ts van de huizen. Ja. Ja, ik ga eventjes heel erg... achtig. Doe ik dat ook disjockey-achtig. Zo. Oh, wacht even. Zo. Beter. Ja, zo is het beter. Beter, hè? Ja, daar gaan we het over hebben. En dan gaan we het natuurlijk hebben over... we beginnen met deze week natuurlijk. En we eindigen... En we hebben... Nee. We hebben nog een blad. Welk blad? Ik heb de Elegance meegenomen. Kijk. Ja. Dat is een... nou, daar gaan we het straks over hebben. Ik wou er al bijna iets over zeggen. Maar het is een fleurig thema, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. En een keurig blad, heb ik altijd het idee. Heel keurig. Ja. Het is een beetje een soort fijn... Er zit niks negatiefs in. Oké. Okay. Het is een soort lekker gevoel. Als je dit leest, dan denk ik altijd... Oh, kijk mij nou. Ik ben een vrouw die een blad leest met een kopje thee. Het is een prima blad. Oké. Okay. Keurig blad, inderdaad. Nou, dat is goed. Maar wel fijn. En dan... Etiketten. Eindigen met de moderne etiketten. En dat is... Dat, ja, daar gaan we het straks over hebben. Oh, gaan we niks zeggen? Precies niet, nee, we gaan het niet eens noemen. Okay. Nou, leuk. Laten we beginnen. Ja, nou ja, jouw week. Hoe was jouw week? Mijn week, ja. Mijn week staat een beetje in het teken van de eindexamens van mijn dochter. Oh. Want je zou denken, hoezo? Want het zijn haar eindexamens. Ja. Maar ik merk dat ik er heel gespannen over ben. Maar dat is gek, hè? Ik herinner me dat helemaal niet van vroeger dat mijn ouders daar zo... Want ik hoor nu heel veel mensen die daar heel erg mee bezig zijn. Ook op tv en zo. Dan ja, want er was op het nieuws ook. En dan die ouders ja, zitten met die kinderen aan het ontbijt. En dan, oh, die ouders zijn misschien wel zenuwachtiger dan de kinderen. Denk ik, nou, ik herinner me dat van mijn tijd helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar ik weet niet of wij daar überhaupt zo over spraken. Dat weet ik, kan ik me niet zo herinneren. Ik vond het vreselijk om examen. Ik vond het vreselijk om naar school te gaan. Ik vond het vreselijk om eindexamen te doen. Maar ik merk gewoon aan dat als ze dan klaar is, dat ik weet van oh ja, tot dan en zo laat heeft ze. Denk ik, kan ze even appen hoe het gegaan is? Dat vind ik zo raar van mezelf. Ik ben nooit zo geweest in al die jaren. Nee. Nu vind ik het ineens. Ja, ik gun haar zo dat ze slaagt. Ja, natuurlijk. Dat heeft hier ook niks mee te maken, want dat horen we gewoon pas ergens. Ver weg. Plus, zij doet het hartstikke zij goed. Zij doet het hartstikke goed. Zij is super... Alleen maar alle lof voor haar. Nee, dat is ook zo. Dus ik zou me om haar sowieso helemaal geen zorgen maken. Nee, maar het is gewoon, ik ben te veel in levend. Misschien nu, ik weet het niet. Ja. Misschien is het een algemeen ding wat je zegt, dat het een beetje door de lucht gaat. Omdat je daar iedereen over ik hoort. Ik denk dat het nu gewoon algemeen helemaal is dat die ouders dat... Nou, ik hoorde ook dat mensen nu dan tegenwoordig allemaal maar die kinderen op bijles doen. En dat ze allemaal nog. Dat veel meer is dan het vroeger was. Veel meer. Heb ik dus allemaal niet gedaan. En de grap is, daar voel ik me dan soms een beetje schuldig over. Ik denk, had ik dat nou ook moeten doen? Nee. Maar ik denk, nou, gewoon zelf doen. Ik zat wel onder studie onder toezicht. Wat is dat? Oh, je bedoelt huiswerkbegeleiding. Ja, of maar niet? Dat moest dan. Als je dan had je slechte cijfers omdat je niks deed. En dan moest je na school moest je dan blijven. Ja. En dan moest je gaan zitten studeren in een lokaal met allemaal kinderen van de hele school, van alle leeftijd door elkaar. Maar dat was een helemaal geen goed idee van die scholen eigenlijk. Want wat je dan deed, is dan deed je het makenwerk, deed je allemaal. Dan denk je, daar kan ik op gecontroleerd worden morgen. Dan zei je, klaar. En dat leren, dat deed je allemaal niet. En thuis dachten ze, je hebt het al gedaan op school. Je hebt het al gedaan, je hoeft niets meer te doen. Dus ging ik steeds minder doen. Ja, dus ik ging maken en dan ging ze een beetje te klieren. Wat een goed idee, om dan een beetje te klieren. Ja, je kon het niet leuker, laten, hè? Dat was leuker dan gaan zitten leren zo. Weet je, met je ene hand op het rijtje Frans en dan de andere en zo. Dan denk je, ja, het is goed met je voituur. En dan deed ik gewoon... Nee. Nou, dan gingen wij bijvoorbeeld... In het Frans op een papier schrijven van ik moet naar het toilet. En ging dan zo ophouden voor... Wat was de Frans lerares? Die zat daar dan. En dan gingen we zo ophouden in het Frans. En dan, weet je nog? Ja, en dat vond zij wel leuk. En weet je nog wat zeggen. Je moet schrijven dan? Nee. Heeft veel indruk gemaakt. Ja. Het is ook al lang geleden. Ik wil graag naar het toilet. Hoe zeg je dan in het Frans?
Sjoevoederij pipi? Nee, ik weet het niet. Frans, heb ik dan weer niet... Nee, hè? Vind ik jammer. Dat vind ik ook niet, zo jammer. Zo mooi. En ik had zo makkelijk met Karim gewoon Frans kunnen leren. Echt? Want die spreekt natuurlijk heel goed Frans. En dan had ik gewoon zo... Maar dat kan nog. Ja, maar goed. Waarom niet? Komt dit dan vandaan? Ineens komt er... Ja, omdat ik dan denk... Nou ja, wat zou ik nou nog voor die paar jaar dat ik leef... voor die paar jaar... Frans gaan leren. Ja, dat denk ik echt. Wat zou ik daar nou ooit nog aan hebben? Ja. En zeker nou met Google Translate en zo. Nee, ja, dat is dan... lekker, die vertaling. Dat is super slecht allemaal. Nee, maar ja, soms... kom je er wel mee weg. Ja. En, nou, maar nog iets even over de week. We hadden het over Adelheid Rozen. Ja? Wie kom ik tegen? Nee. Adelheid Rozen. Gewoon bij mij op het pleintje, op een stoepje voor een huis. En ik kijk naar haar zitten met haar telefoon. Ik denk, ik liep er voorbij. Ik dacht, nee, ik ga even terug. Ik ga even zeggen, ik heb het interview met je gelezen. Ik vind jou zo leuk. Ik dacht, waarom zou ik dat niet gewoon even zeggen? Ja, heel goed. En ze zat dus op die telefoon. Dus toen stond ik daar, dacht ik, oh, dit is echt heel awkward. Blijf ik nou staan of niet? Zegt, jawel, nou, gewoon blijf staan. En toen hing ze op het, zei ze, ging ze ook allemaal excuseren waarom zij aan de telefoon zat. Zij zat daar gewoon. Ja, je had geen afspraak. Nee. Niet dat ik weet. Nee. En toen zei ze, oh ja, en ik moet eigenlijk nu boven deadline. Zoals ze is weer. Zo, ging alle kanten op. Maar ze vond het heel leuk dat ik er even aansprak. En we hebben geknuffeld en over daten gesproken. Ze wilde een man. Maar ik had haar ook gezien dus in dat First Dates. Ja. In dat restaurant. En dat ik haar daar ook zo ontzettend leuk in vond. En zei ze, ach ja, mannen van mijn leeftijd. Zei ze, en hoe oud moet jouw man zijn die je zoekt? Ik zei, nou, rond mijn leeftijd, ergens in de 50. Oh, maar dan kan ik er voor jou wel een vinden. Ik zei, en waarom niet voor jezelf? Nee, dat is te jong voor mij. Ze is 64. Ja, het is helemaal niet zo. Nee, maar ze wil echt een man van haar leeftijd. Oh, oké. Ja, ik vond het zo grappig. Het was een heel leuk gesprek. Ja, zij is superleuk. Ja. Ik vind haar echt... Nou, vond ik echt heel leuk dat ik haar tegenkwam. Ja. En jouw week? Nou ja, mijn week. Ik was natuurlijk vorige week was ik ziek geweest. En toen moest ik trouwens later nog aan denken. Dat ik dacht. Want ik moest s'avonds. Het was op een maandag. Werd ik wakker. Weet je wat ik heel duizelig. Oh, en dan was ik super lief dat mensen daarop reageerden. Heel allemaal, veel reacties. En ook wat het zou kunnen zijn en zo. Maar goed, die paar jaar dat ik nog te leven heb. Nee, dat maakt allemaal niet meer uit. Maar nee, maar dat vond ik super leuk dat ze allemaal gereageerd hadden. Maar toen. En dan weten ze dat nu niet meer hoeft. Maar dan maak ik me heel de dag zorgen. Want s'avonds moest ik naar een tv-opname in België. En dan denk ik, oh god, moet ik afzeggen? En ik kan gewoon nu niet met de auto rijden. Want ik was gewoon hartstikke ziek. En ik was echt zo duizend dat ik geen auto kon rijden. Maar dan maak ik me heel erg zorgen. Omdat ik denk, god, dan moet ik afzeggen. En dat vind ik heel erg vervelend om iemand te laten zitten. En nou, uiteindelijk kon het ook niet anders. Dus ik moest het afzeggen. Dus na heel veel gedoe en schuldig voelen, zo zeg ik dat dan af. Van hun nooit meer iets gehoord. Ook niet van, hoe gaat het nu met je? Gaat het wel met hem? Of zo. En het interesseert ze gewoon niks. Dus dan, ik denk dat zij het alleen maar vervelend vinden dat iemand niet komt, maar wat er dan verder met mij gebeurt, zo, dat maakt hun verder allemaal helemaal niks uit. Toen denk ik, waarom maak ik me dan daar toch dan wel zo druk om? Nou? Nou ja, omdat ik mezelf dan verantwoordelijk voel en omdat ik ergens heb gezegd dat ik zou komen. En als dat dan niet kan, ook al is het een hele goede reden, voel ik me daar toch vervelend over. Oh, nee, ik ken het. Dus vind ik dan toch altijd, denk ik, Maak je wat minder druk? Ja, maak je wat minder druk. Gaat je telefoon af? Nee, gaat niet af. Maar bijna. Nee, maar ik zie dat Siri... En dan heb hij ik het afgezet. Poging, hè? Hij doet weer een poging. Ja, maar dan wil ik voor deze week... noteer ik altijd in mijn telefoon. Dus dan moet ik... Ja, er is iets misgegaan. Ik zeg, laat zij tegen Siri. Was ik ook een keer... houd toch op. Toen zei ze, dat is niet aardig, zei ze. Denk ik, nou ja, zeg. Je bent van mij. Ik heb jou gewoon... Hoezo niet aardig? Dan voelde ik me... Dacht ik ook nog, nou ja, zeg. Doe eens gewoon. En daar voelde je dan niet schuldig over? Ja, want dan zei ik niet hardop. Zei ik in mijn hoofd. Oh. Maar ik dacht wel ineens... Want je bent van mij, klinkt ook weer zo. Nou ja, maar dat is niet aardig dat ik denk, kom op zeg. Je bent Siri gewoon. Het is niet, je hebt geen gevoelens. Geen emoties. Nee. Ja, zie deze wel. En ik had deze week, wat ik iedereen kan aanbevelen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik geloof dat het niet meer kan. Maar ik zeg toch, want ik vond het hartstikke leuk. En het is geen sponsor, dus ik kan het ook gewoon zeggen. Ik had deze week behang geschilderd. Het was een workshop, het? Behang schilderen. Ja. Dus dan beschilder je behang, zo weet je, met zo'n bloesemtak en een vogeltje en zo. Dus dan kan je zelf gewoon thuis, zou ik nu kunnen. Maar neem mij eens mee, is het dan gewoon zo'n rol? Die gaat dan uit en daar begin je op te tekenen, of wat? Ja, het is een stuk, nou ja, het is in Zierikzee. Dat is al niet... Dat is al niet...
Niet nou ja, voor de deur, sommige mensen bij de deur. Nee, maar sommigen wel natuurlijk. Als je in Zierikzee woont, is het natuurlijk vlakbij. Maar voor de rest eigenlijk voor niemand. Maar in ieder geval, maar een heel leuk, heel mooi winkeltje zo. Heel mooi. En dan heb je eerst een soort uitleg, bla bla bla. En dan hebben ze voor iedereen, we waren met 6 of zo. Ik was met mijn zus, met Annette, was een cadeau voor mij. Dus het was een hartstikke leuk cadeau. Leuk cadeau. Dat is ook zo goed bedacht. Ja. En dan een stuk behang zo op de muren geplakt. Okay, dus al geplakt. En dan leren ze gewoon hoe je dan zo'n tak en met van die besjes en een vogeltje. En hoe je dat gewoon kan schilderen. Nou ja, wij waren er de hele dag met de lunch in tussendoor zo. Echt zo'n dag, gewoon helemaal zo eruit. Oud, ja. Was zo leuk. Ja. Super grappig. En dat stukje behang heb je meegenomen. En dat heb ik meegenomen. Heb ik kan je inlijsten? Ik zal wel een foto van op de site, op de Instagram, Mark Marie en Isa zetten. Mark Marie en Isa heet het, hè, geloof ik. Ja. Mark Marie en Isa. Daar zet ik de foto. Isa. Nee, maar ik wil niet vinden nog iets. Achter. Dus op die Instagram zal ik het wel zetten. Maar dat was heel erg leuk om te doen, ja. En heb je het al ingelijst? Of ga je dat dan inlijsten? Nee, het is heel groot. Oh. Het is zo. Dus ik deed dus heel vaak bij Artis ook. En dan bij die tekening van Artis die ik dan maakte, daar pakte ik dan cadeaus mee in en zo. Dus ik ga het niet. Heel soms heb ik wel eens iets bewaard, maar voor de rest is het wel een soort gebruiksartikel. En dit ook. Maar wel dat ik dacht, ik schilder al wel eens natuurlijk op de muur en zo. Ik doe wel muurdingen, maar... Wat heb je nu voor nieuws geleerd? Wat is dan de crux van behang? Waarom is dat anders? Niet. Het is, nou ja, het is eigenlijk meer blokdrukkunst, zeg maar. Dus je doet eerst dit overal, dan doe je dat overal, dan doe je met die kleur dat overal, dan kan je de highlights, dan doe je. Dus het is, er zit een methode achter. Ja. Dus het is niet van lekker vrij gaan maar beste doen. Dat kan natuurlijk ook, maar ik bedoel, dit is echt meer zoals ze vroeger echt druk, nog steeds drukken, zeg maar. Dat je eerst die kleur en dan die kleur en dan dat. En dat is heel leuk, want als je dat doet, dan heb je dus niet op zich dat je denkt, goh, je hoeft heel erg artistiek inzicht te hebben. Maar dan wordt het vanzelf, wordt het iets. Leuk. Dat is superleuk. Heel leuk. Dus kan het iedereen... Leuke tip. Zierikzee, we gaan het opzoeken. Aanbevelen. Nou, dan gaan we nu naar het thema. Huizen. Huizen. Heb je eigenlijk veel huizen gehad? Ja. Veel verhuisd? Niet als kind. Oh. Want ik was de laatste nakomertje. Maar ieder kind is wel een ander huis geboren. Dus, oh. Maar, ja, toevallig, denk ik. Ja. En het laatste huis, daar zijn ze eigenlijk altijd gebleven. Tot ik het huis uitging. Dus oh, oké. Okay. Ik ben maar niet als kind zijn ze verhuisd. Nog wel een keer verhuisd, je ouders. Ja, precies. Zeker. Maar ik ben geweest, daar ben je niet geboren. Waar ben je ook alweer geweest? Ja, in een huis waar je ouders woonden. Ja. Ja. Nee, volgens mij was met zo'n dat... binnenpatio. Nee. Wij woonden echt in zo'n heel groot herenhuis. Oh. Ja, bizar. Oh. Maar heel leuk. En ook heel eng. Wat is een enge zolder. Een spannende, donkere zolder. Kelder ook. En een kelder. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, heerlijk. Een kelder is... Ik vond de kelder wel leuk, want er stond allemaal wijn in. Nou, dat dronk ik niet, want ik was een kind. Maar vond ik heel spannend. Het rook een beetje muf. Precies. En het was lekker koud altijd. Dus in de zomer vond ik het leuk. Dus mijn moeder zei, wil je even uitjes pakken of zo? Precies. Zilveruitjes. Ja. En dan dacht ik, oh ja, even de kelder in. En dan zo, ja, andere energie. Bij mijn oma stond er dan ook ingemaakte dingen. Maar ik geloof dat als iemand ongesteld was, dan mocht hij daar niet bij, geloof ik, want dan draaide het om. Of zeg ik nou iets heel erg raars? Nou, dat is toch met room en dat soort dingen? Of soep? Ik herinner me gewoon dat als je ongesteld was, mocht je iets niet. Dan mocht je iets niet wat er kon eten omslaan. Ja, of zo. Nee, ook dat... omslaan vond ik ook zoiets typisch. Ja, ja, ja. Maar dat, dan was de soep die dacht, oeh, er is iemand ongesteld. En dan was de soep ineens niet meer goed. Nee, ik dacht dat het... Ja, weet niet. Ik ga hem een keer opzoeken. Kom op terug. Ja, reageer je vooral op als je dit ook hebt meegemaakt met soep die niet meer lekker was. Omdat ingelegd spul. Ingelegd spul. Ja, dat je niet de kelder in mocht, een beetje ongesteld was. Dat zoiets was het. Maar goed, jij mocht gewoon wel. Maar dat vind ik wel wonderlijk dat dat zo werkt. Maar jij was dat dan van een zusje of zo, dat je dat nog weet? Nee, dat maar ik dan weet dan dat zei, mijn moeder moet... dat een keer vertelde. Maar ik vind zo'n wonderlijk
iets dat dat invloed heeft op het eten. Als dat zo is. Ja, ik vind het wel mooi als dat zo is. Ja? Ja, vind ik wel iets hebben. Ik hou daar wel van. Een beetje mystiek van het leven. Ja. Ja. Ja, maar het is ook weer iets... Ik vind het ook weer iets heel erg negatiefs over vrouwen die ongesteld zijn hebben. Dus het heeft ook iets, als het niet waar is bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet of het waar is, als het niet waar is, dan is het ook weer zo raar dat dat verzonnen is daarbij. Ja. Maar als het waar is, is het natuurlijk... Ja, er zijn ook films van vrouwen die dan heel verdrietig zijn. En dan ook niet, want als ze dan aan het koken zijn, dat het verdriet in dat eten zit. Dat iedereen dan verdrietig wordt. Ja, ik weet niet, ik heb een keer een hele grappige film daarover gezien. Maar goed, het is een slecht verhaal, want ik heb geen titel. Dus, nee, maar goed. Maar die invloeden zijn wel leuk. Maar dus kelder. Kelder, ja. En jij? Wij verhuizen. Ik dacht vroeger dat iedereen dat deed, maar dat bleek helemaal niet iedereen te doen. Maar wij verhuizen na 5 jaar altijd zoiets. Oh, echt? Zo, ja, 4, 5 jaar. En dan gingen we weer naar een ander huis toe. Terwijl ik nou moet ik daar zelf niet aan denken dat ik dat zou doen. Dat ik elke 5 jaar met heel mijn gezin zou verhuizen of zo. Maar dat deden mijn ouders heel veel makkelijker of zo. En jij bedoelt met je hele gezin, jij en Karim? Nou, nee, maar als ik, ja. Of je bedoelt voor andere mensen? Als ik dan moet denken dat ik, dat als je kinderen hebt. Ja. Ja. Dat je met iedereen weer helemaal zo naar een nieuw huis gaat. Maar dat deden wij wel. Ik ben geboren in een huis natuurlijk. In Tilburg, in het centrum. Maar wij hadden gewoon nog de badkamer, als je zo mag noemen, buiten. Oh ja. Dus wij moesten nog over de dingen zo naar... Ook zo'n wc buiten. Ja, toilet en de douche. Ja. Moesten wij naar buiten toe. Maar we hadden hem ook binnen. We hadden er ook een buiten. Ja, dat weet ik niet. Een tuintoilet of zo. Ja, ik denk het. Dus het was waarschijnlijk nog oud dat mijn ouders dat grappig vonden. Oh, maar, precies, maar dat was ze gewoon nog. Bij jullie was die gewoon... Nee hoor, gaan we weer naar jou. Nee, maar bij jullie was die echt buiten. Nee, maar bij jou was het dus ook buiten. Maar die vonden het meer omdat het grappig was. Ik maar niet omdat het moest. Nee. Waarom zouden ze dan toch een toilet buiten hebben als ze gewoon alleen om het grappige? Ik kan het niet meer vragen. Ging ze elke dag zo buiten kijken? Kijk nou. Het buiten toilet. Ja. Nee. Nee, vertel nou. Nou goed, wij hadden dus een badkamer, echt. Hadden een bad, ja, een douche buiten. Okay. En dan toen ik 3 was, zijn wij verhuisd. Dus alles wat ik nog van dat huis weet, weet ik van toen ik voordat ik 3 was. Dus die herinneringen heb jij gewoon nog. Ja, en er zijn geen foto's van. Dus het is niet dat ik, want dat heb je ook wel eens, dat je herinneringen rondom een foto krijgt. Omdat je die foto's vaak hebt gezien, dan denk je dat je dat nog herinnert. Maar daar zijn dus geen foto's van. Dus dat is wel grappig. En toen zijn we naar een... Waarom zijn er geen foto's van? Die zijn verbrand? Wat kwijtgeraakt? Niet gemaakt gewoon? Niet gemaakt, denk ik. Echt niet? Nee, echt niet. Waarom zou ik daar over liggen? Nee, maar ik bedoel, er zijn gewoon geen foto's van jouw kindertijd. Van 0 tot 3. Van 0 tot 3. Heel weinig. Ja, tussen dat ik net geboren ben. Want ik ben thuis geboren. Dat is er nog? Dat is er nog. Het bewijs? Nee, zeker. En mijn moeder lag gewoon thuis dan ergens op de grond. Nee, ja, jij lag, die lag in op de begaande grond hadden ze dan een bedje. Een bedje. Dat is gewoon een bed gemaakt. Ja, soms een heel klein bedje. Nee, maar gewoon een bed gemaakt. Prima. En daar ben ik dus geboren door. Dat zou ik best wel ingewikkeld vinden. Onze huisarts, dat was de... schoonbroer van mijn zus. Van mijn moeder. Van mijn zus. Ik dat dacht, wauw. Dat is apart. Ja, maar dat was het niet. Nee, dat maar was het was wel apart, maar anders. Schoonbroer van mijn moeder. Dus de... Heel raar lijkt me dat. Ja, dus mijn moeder was getrouwd, maar daar gaat het verder niet over. Mijn moeder ging bevallen. Mijn moeder had een zus. Ja, en die was getrouwd. Mijn moeder had een zus en die was getrouwd. Met? Nee, dus het klopt niet helemaal. Dus, dus mijn moeder had een zus, dat blijft nogmaals. Ja. En wie staat? Tante Cor. Gaat tekenen. Tante Corrie. Ja. En tante Cor was getrouwd met ome Frits. Ja, ben en kwijt. Daar de broer van. Oké. Okay. Dus het is niet de schoonbroer, maar het is de broer van de schoonbroer. Het is niet mijn broer. Dan weten heel veel kinderen zitten luisteren, die weten niet wat het is. Maar dit is, weet jij dat wel? Nee. Het is niet mijn broer. Nee, dat... je doet het al 3 keer, maar ik weet echt niet. Dat was van een comedy duo. En die deden altijd die Snip en Snap. Oh, natuurlijk weet ik dat. Snip en Snap, het is niet. Maar goed. Dus die broer, broer van de oom?
Van die broer van mijn oom eigenlijk. Ja, de broer van mijn oom. Ja, dat was het eigenlijk. Ook zo blij. Ja. Ja. Nee, maar dat is een veel heldere manier van uitleg heb jij. Ja. Op een of andere manier. Gekke manier. Op een hele gekke manier kan ik dat. Is het veel helderder bij jou. Maar, desalniettemin, was dat dus onze huisarts. En dus ook de verloskundige, want hij was erbij. Ja. Maar dat lijkt mij best ingewikkeld als dat gewoon de broer van je schoonbroer is. Dan is het zo, die zie je op verjaardagen en zo. Ja. Zie je, jij nog een toosje en dan lig je met je benen wijd. Ja, ja, precies. Ja. En dus dat, maar goed, die was erbij. Die was gewoon huisarts, dus die was ook niet tegenhouden. Die wilde er ook graag, bij zijn. Ah, mag ik erbij zijn? Nou ja, omdat ik je zo goed ken. Oké, Toos. Want mijn moeder heette Toos. En toen zag ik laatst een Belgische mol. En daar zit een jongen die heet Toos. Oh. Dat had ik nog nooit gehoord van de jongen die Toos heet. Het zijn ook niet veel vrouwen nu die Toos heet. Terwijl voor die... In onze tijd wel. Maar ik had ook een tante Toos. En, precies. Ja, het is echt uit die tijd. Maar niet dat er nu nog een Toos wordt geboren. Nee. Terwijl ik vind van Jan en Pieter, zo vind ik ook wel een leuke naam voor jongens. Maar ik vind Toos ook wel een leuke naam voor een meisje wat nu geboren wordt. Nee, nou hier niet. Kritje, en jij wel, Marco. Marco vindt Toos ook leuk. Ja, als jij een dochter krijgt, ga je die Toos noemen. Bij deze? Nee. Mag ook als tweede naam. Isa Toos, mag ook. En wij hadden altijd Amerikaanse zakenmensen over de vloer. En die noemde mijn moeder altijd Toast. Want die snapte die Toos helemaal niet. Dus die zei, Toast. Dus die noemde haar altijd Toast. Ja. Dat is grappig. En als mijn moeder even niks meer kon zeggen, niks meer wist, ze moest zeggen, ze zei, goody goody. Goody-goody, zeiden ze dan tegen die zakenlijn. Ah, yes, goody-goody, zei ze dan. Een soort oude Martine van Os. Ja. Goody-goody. Maar goed. Huizen. Het waren gigantisch af. Nee, maar toen hadden wij... Nee, niet geboren. Toen hadden we op een gegeven moment, hadden mijn ouders wij niet, hoef ik hier geld bij te leggen, een huis gehuurd. Dat wij huurden altijd. Wij kochten nooit iets. Oh. Want mijn vader zei altijd, het is domst wat je kan doen, is een huis kopen. Dat is helemaal niet waar. Dat zei mijn vader altijd, het is domst wat je kan doen, is een huis kopen. Nooit doen, zei hij. Beloof me nooit een huis te kopen. Want als er dan een kraan kapot is, moeten die zelf laten maken. Was dat de reden? Dat was de reden. En dan kon hij gewoon iemand bellen en dan moest de kraan gemaakt worden. Dus mijn vader zei altijd, het is domst wat je kan doen. Koop nooit een huis. Het was super stom. Want toen ik net in Amsterdam was gekomen, als ik toen mijn best had gedaan of zo, deed ik wel mijn best, maar ik bedoel op ander gebied. Maar als ik echt mijn best had gedaan, had ik misschien best een huis kunnen kopen. God weet. En had ik nou misschien wel gewoon een huis gekocht voor heel veel geld. Wat heel veel geld waard is. Ja, want je hoort allemaal van die verhalen van onze leeftijd. Nee, toen had ik die voor 2 cijfers gekocht en heb ik nou voor 4 miljoen verkocht. Ja, veel plezier ermee. Ja, houd toch op, denk ik dan. Ja, vind ik ook altijd heel irritant. Terwijl, het is je gegund. Ja, zeker. Maar, ik gun het iedereen. En jezelf maar ken je dat verhaal van... Marina Abramovic. Nee. Marina Abramovic, die had hier in Amsterdam, die kunstenares, die performance art. En die had hier op de achterwal, of iets of heet, achterkant heet dat, had zijn huis en daar was hij aan het kraken. En het zat helemaal vol met drugsdealers en junkies en sekswerkers. En zijn allemaal zaten ze daarin. Okay. Nou goed, in ieder geval. Toen ging de bank. Ik ging het openbaar verkopen. Maar niemand wou er, want het zat helemaal vol met allemaal dat soort mensen. Toen is zij naar de dealer gegaan die erin zat. Die zei, als jij zorgt dat het hele huis leeg komt, mag jij hier altijd blijven wonen. Mag je altijd voor mij dit appartement. Dat is een voor- en achterhuis op de achterkant. En die bank wou dat verkopen aan haar voor 40.000 gulden toen nog. En toen zei die, dat is goed, zei die drugsdealer. En die drugsdealer die ging tegen iedereen zeggen... en nou eruit. Nou, iedereen ging eruit, hartstikke goed, dus iedereen was eruit. En toen zei de bank, prima, dan kan je de koop. Wij komen nog één keer kijken, zei die bank. Nee. Dus Marina weer naar die dealer en zei, ze moeten voor één dag terugkomen. Ze moeten voor één dag allemaal terugkomen. Eén dag allemaal teruggekomen. En die bank kwam eruit en dacht, oh god, dit raken we anders nooit kwijt. Dus toen zei ze, oké, je mag het kopen voor 40.000 gulden. Heeft ze voor 40.000 gulden een gekocht. Heel groot huis. En ze heeft een voor- en achterhuis. Jeetje. Helemaal zo'n oud grachtenpand. En ze heeft ze dus laatst verkocht voor 4 miljoen. Oh. Ja.
Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. En daar heeft ze heel veel van haar werk mee. Dat staat in haar boek. Heel leuk boek trouwens om te lezen. Maar daar staat het in. Ja, ongelooflijk. Ja, van dat soort mensen die dan net geluk hebben. Ik zit altijd net fout, net verkeerd. Ja. Net. Oh, nou, maar moet je hebt niet wel kopen. Altijd leuke huizen. Hartstikke leuke huizen, maar het is wel dat je... Maar ik heb ook heel erg lang natuurlijk gehuurd. Omdat, vanwege mijn vader. Maar heb jij zelf op jouzelf... Hoeveel huizen heb je? Best ook wel... Op Korte Hoef, langs de Kromme Wingerd, heb jij iets gehuurd? Dat was de rivier Kopen. De Kromme Wingerd. Zevenhoven. Zevenhoven, precies. Die boerderij, die hebben we gekocht. Precies. En daarvoor, ook daarvoor Van Egen. Van Egenstraat. Precies, ook nog gekocht. Best wel veel. Ja, maar ik ben wel van veel verhuisd. Oh, zo. En ik ook weer met de kinderen. Precies. Eigenlijk. Toen Anthony overleed, ben ik denk ook 5 huizen alweer gehad. Ja, ongelooflijk. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook leuk. Ik kijk nu naar programma's over... Ik kijk van alles over leuke, stomme programma's. Maakt me niet uit als het gaat over verhuizen, over verbouwen. Dat dus. Dan denk ik, dat is een goed moment. Dit irriteert mij nooit. Dan denk ik altijd, oh, dat is leuk, is iemand aan het verbouwen. Oh, denk echt ik waar? Dan. Denk ik, oh, zou ik ook wel weer willen. Oké, dat is heel goed. Grappig. Ja, ik ga nu alweer, terwijl ik woon er net... Lekker. Denk nou, best wel leuk vinden om weer naar een nieuw huis te gaan. Oh, echt waar? Ja. Oh, ik moet er niet in. Wij wonen heeft dat ook. Nee, maar jij bent een gewoontedier, hè? Een gewoontedier. We wonen na 20 jaar daar. En dat, ik kan maar me niet mis voorstellen. Wel mijn huis in de Vondelstraat. Dat was wel een heel lekker... Ja. Dat paste mij heel erg. Ja, dat was een heel lekker huis. Ja. Maar goed. Ja. Maar huizen, wat vind je belangrijk in een huis? Dat is een goede vraag. Dankjewel. Licht. Ja, ik had er nog zelf niet over nagedacht. Maar licht. Ja. Het moet licht zijn. Ik kan niet tegen donker. Dan word ik heel... ik ben niet depressief, maar dat vind ik niet prettig. Nee. Moet veel je mag eigenlijk niet depressief zomaar zeggen. Nee. Nee. Ik zeker niet, want ik weet wat echt depressief is. Nee, natuurlijk. Maar heel veel mensen zeggen... Ik zeg het ook wel eens. Maar sindsdien depressieve zeg gevoelens. Ik het niet meer. Maar ik zei vroeger wel eens... Oh, daar word ik zo depressief van. Maar dat zeg ik nooit meer. Nee, maar zijn ook mensen die dan zeggen van... ik moest wachten in de rij. Je kan me beter ophangen dan dat ik... Dat precies, ik ook altijd denk... Oh, wat zeg je nou? Ja. Maar dat beseffen mensen zich helemaal niet. Nee, ik zeg ook wel eens van... Goh, dan ben ik liever dood. Dat zeg ik ook wel eens. Ja, maar dat is niet zo gek, hoor. Spreek, je mag het toch wel zeggen. Ja, joh, dat doe ik niet. Het is meer dat ik zelf af en toe denk... Ja. Maar niet dat ik dan zeg, dat nou? Mag je niet zeggen. Nee, precies. Iedereen mag alles zeggen. Nou ja. Zeg ik dat? Maar je hoeft niet alles te zeggen. Nee, je hoeft niet alles te zeggen, liever niet. Maar je mag wel eens. Dat is belangrijk. Licht. Licht. Wat nog meer? Nou, ik hou heel erg van boven wonen. Oh, dus ja. Bovenhuis. Want dat is ook het licht natuurlijk. Ik heb nu ook een dakterras. Vind ik super fijn. Nou, ik vind... Ik vind in Amsterdam fijn om boven te wonen. Mm-hmm. Dat je zo je eigen nestje hebt, zeg maar, waar verder niemand dingen. Maar dat is echt omdat ik in Amsterdam, vind ik uitzicht fijn. Ja. En toen ik op 1 hoog woonde, wij huurden een huis op de derde Kostelhoekade. Toen woonde ik op 1 hoog. En dan had je zo uitzicht op over het water. Dat was superleuk. En dan s'nachts in de zomer, er kwamen dan allemaal boten langs. Ja. Met lampen erop, rood en groen. En dan deden ze de brug open. En dan kwamen maar om 3 uur s'nachts of zo, 4 uur s'nachts, kwam dan. En die moesten altijd heel zacht zijn natuurlijk. Die mochten niet met een harde motor zo, omdat s'nachts. Maar die gingen dan, hadden dan een soort doorgang eventjes door. En dat was super mooi altijd. Hè? Dat was heel erg leuk. Maar ik had niet door. Dat een van de dingen is waar ik zo van hield. Dus toen gingen wij vanuit daar naar een begaande grond. En toen dacht ik, ja, maar je kan hier helemaal niet de ramen open. Je kan helemaal niet, je hebt helemaal geen uitzicht. Ja, dat is een straat waar je niet... Ja. Nou, een begaande grond ook. Dat je denkt, ja, zo heb je helemaal geen uitzicht. Maar je weet soms niet wat je gaat missen als, als je het hebt. Het is een nummer van Frank Boeien. Hoe heet dat? Een man weet pas wat hij mist. Is dat niet van Huub van der Lubbe? Ik hoor het zo Huub van der Lubbe zingen. Ik denk het of niet? Ook. Nou, denk je het lijk. Je zei, Frank Boeien. Ja, maar Frank Boeien kan je vaak niet verstaan. Nee, die zingt vaak zo. Ik denk, wat zegt hij nou precies? Maar die kun je niet zo goed verstaan. En Huub van der Lubbe kan je altijd wel. Ik vind Frank Boeien hartstikke leuk, hoor. Want voordat dat weer gedoe wordt. Maar top, echt hoor. Ga zo door. Top. Dus soms weet je niet wat je mist. Dus ik vind, wat ik heel belangrijk vind, is dat ik naar buiten kan. Ja.
Niet dat een voordeur, maar ik bedoel meer dat je een buitenruimte hebt. Maar dan ben je wel snel tevreden. Want bijna ieder huis heeft een voordeur. Dat is wel prettig. Nee, oh, dit is nou, een voordeur. Ik kan ik eruit. Zou ik heel vervelend vinden. Dit was bij de Rijn de Rechter. Die hadden een voordeur. Die hadden een voordeur bij de buren op de plaats. Dan moesten ze elke dag moesten ze zo over die plaats. Met die mensen. Die hadden geen eigen voordeur. Die moesten heel de zo. En heel bezoeken zo. Iedereen moest. En dan zaten ze op zondag. Zat die buren gewoon lekker zo buiten. Is goed weer. Zaten die zo buiten. Daar. Moesten ze elke keer zo. Nou, dat zou ik niet overleven. Maar dat zou ik natuurlijk wel overleven. Ja. Maar zou je me heel naar vinden. Maar weet je nog dat ik dat huis... Dat ik gewoon mijn huis ineens mijn huur opzij... op de Prinsengracht. Had ik zo'n heel mooi uitzicht. Ja. Maar ik had geen buiten. En het was corona. Oh. Ik werd helemaal gek. Ja. Ik dacht, nou zit ik binnen in dat aquarium. Het voelde echt zo. En... uiteindelijk, nou ja, dat verhaal weet je, toen kreeg ik borstkanker en toen keek ik echt zo omheen en toen dacht ik, alles moet anders. Oh, ik ga hier weg ook. Ja. En iedereen zei, oh, ik had je daar niet even over na kunnen denken, maar ik deel dat nooit met vrienden, want dan zou ik nog terug kunnen. Maar ik had de huur al opgezegd en ik vond het helemaal een geweldige move van mezelf. Ik dacht, kijk mij lekker levend bezig zijn. Oh, ik ga lekker iets heel nieuws doen. En toen vond ik natuurlijk geen huurhuis en ook geen koophuis, niks. Dus iedereen zei, over een week moet je eruit. En dan, nou ja, ik zat niet onder de brug liggen. Nou, het scheelde weinig. En toen kwam mijn broer met een heel lief gebaar van iemand die kende... op de gracht bij het nieuwe... Oh ja, ik had inmiddels wel een huis gekocht, maar het moest verbouwd worden. Dus dat duurde nog heel lang. En vlak bij dat huis, en dan kan je bij hun in een tuinhuis. En ik heb een dochter die heel erg moeilijk vindt... die houdt wel van verhuizen, maar die houdt ook van schoon en nieuw. En ik denk dan heel snel, heel romantisch. Denk, oh, een tuinhuisje, wat leuk. Nou, als ik nog een week had, zou ik sowieso denken... nou, prima, weet je wel. Een paar maanden. Oh. Zeker nee, maar voordat je eruit moest. Dus je moest eruit over een week. Dus dan zou ik wel veel meer accepteren dan dat ik gewoon de keuze had. Ja. Nou ja, ja. Ja, ik ga hier eens over nadenken wat het rare gedrag van mij is. Want ik heb daar, dat is als apart. Maar in ieder geval, uiteindelijk ga ik naar het huis kijken en denk... oh, het is een grote bende met allemaal spullen en zo. En ik moest dus, want daar moest ik aan denken... door hun huis om naar binnen te kunnen. En dan in hun tuin. En daar was dat huisje. Oh. En ik zag alleen maar, leuk. Een stukje. Natuurlijk. Lekker met mijn voetjes in het gras. Je kent mij. Ja. Ik zag weer alleen maar leuke dingen. Ik ging er met Vlinder naartoe. Nou, dat gezicht van haar, die had echt zoiets. Uiteindelijk hebben we daar een week gewoond. Ook weer, echt een week. Ja. Verschrikkelijk. Maar goed. Maar goed, soms dan gebeurt dat zo. Ja. Dan kan je, Je moet een eigen voordeur hebben. Dat is wel wezenlijk. Je moet een eigen voordeur hebben, licht boven... Ja, licht en dat je even... Uitzicht, nee, ik bedoel meer, je moet naar uitzicht. Buiten kunnen. Dus je moet, al heb je maar een heel klein... zo'n dat je net één stoel erop kan zetten of zo. Of dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Maar je moet ergens even een beetje naar buiten kunnen. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk mensen die dat allemaal niet hebben. Hè. Dus dat is allemaal... ik heb natuurlijk ook op de meest rare plekken gewoond. Ook toen ik in Breda studeerde. Maar dat mag je niet zeggen, geloof ik. HBO-opleiding. Maar goed, toen ik dan naar school ging... of ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar opleiding. Toen ik een opleiding deed, cursus. En toen heb ik ook daar gewoon op kamers gewoond. Met een schuin dak. En ja, ik heb op verschrikkelijke plekken gewoond. Maar altijd wel een beetje gewoon iets... met gemaakt. Een geborduurd tafelkleedje en zo. Dus ik heb altijd wel geprobeerd, om dat scheelt heel veel namelijk... om net gezellig te maken. Gezellig te maken. Ja, hoe snap erg je? Het ook is. Want als ze dan geborduurd tafelkleedje... dan zie je de poep tegen de muziek niet heel erg. Want dan denk je, oh nou, dit dat hoekje... is lang geleden. Is het, dit hoekje, is het gezellig? Leuk. Dat denk je dan. Ja, nee, maar dat vind ik, dat is heel belangrijk. Nou ja, hoeveel sterren geef je huizen eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk wel een beetje duidelijk, toch? Nou, ik denk dat de luisteraars wel gewoon een getal willen weten. Ja. Gewoon een soort aantal van sterren. Een dikke 5. Oh, dikke 5 ook. Ja, als meer mocht, zou ik er meer geven. Dat was niet heel dik, hè? Maar nee, die laatste. Nee, die laatste. En dan komt dat je die zwarte toets. Een beetje. Ja, ik ga dat nou ook niet meer doen. Ik ga niet meer zwarte toetsen doen. Nee. Ik vind het zijn 15 sterren. Ik doe het ervoor. Ik vind het top. Dikke 5. Dat zijn 15. En jij? Ik doe huizen. Ik hou zo van huizen. Ik hou zo van
binnen, deur dicht, gewoon in huis, gewoon de hele dag gewoon hangen. We hebben het er nog niet over gehad, hoe fijn het is om thuis te zijn. Ik kan er zo gelukkig van worden. En dat vind ik heel erg fijn. En dan doe ik één. Ook zeker vijf. Het mag allemaal niet van de Tonies, geloof ik. Want die willen dat we veel kritische minder. Maar ik kan niet anders dan vijf sterren geven. En ik heb geven. Al heel veel blauwe plekken. Dus ik hoop dat ze ons nou niet gaan knijpen. Ja, dat ze ons een beetje met rust laten. Want wij doen ons best. En wij vinden huizen gewoon echt... Ja, fijn. Ja. We zijn dankbaar dat we een huis hebben. Zeker. Oh, ja, heel erg dankbaar. Oh, mag ik dat nog even heel snel vertellen? Zeker, je mag alles. Oh, ik kan niet anders dan altijd zwervers iets geven. Bij de Albert Heijn staat... Ja, dat heb ik heel vaak. Maar hoe vaker ik ze iets geef, dan wordt het bekende, hè, bijna. Dus dan zie ik hem weer en zeg, heb je wat voor vanavond? En dan zeg ik, nee, nu niet. Geef niks, schat. En oh dan, ja? Ja, zo. Maar toen dacht ik, ja, maar dan kom ik toch weer terug. Dan wissel ik toch even het geld. Dus ik gaf je hem toch dat... iemand nog? Hij heeft ook al een paar keer gezegd, je weet toch dat ik van je hou? En ik zie het maar niet, hè. Het is gewoon recht voor mijn gezicht. Ja. Ik zie het gewoon niet, de liefde. Maar toen dacht ik, ja, van de week dacht ik, ik loop even terug. Oh. En toen zei ik... Dan moet je goed luisteren. Nee, toen liep je terug. Zei, ik wil toch eens weten. Ik zei, je bent altijd zo... Ja, hij is zo wel bespraakt ook. Ja. Dan denk ik, hij heeft geen tanden in zijn mond. En, nou ja, een heel lang verhaal waarom die dan op straat was. En het eindigde dus heel positief dat hij op een gegeven moment zei... Ja, want de man van mijn... Zus van en mijn, daar de man van... De man van mijn dochter. Bij mij is het heel simpel altijd, hoor. Meteen te begrijpen. De man van mijn dochter. Is een zijn schoonzoon. Ja, het is schoonzoon. Nee, die doet iets met de woning dingen. En die had geregeld, over 6 weken heeft hij een huis. Dus toen dacht ik ook, oh, dan zie ik hem nooit meer. Maar het is natuurlijk super fijn. Hij heeft een huisje binnenkort. Hij was helemaal blij. Maar maar hoezo nu pas dan? Had hij... Nee, hij leeft ook nog had niet schoon, zo lang op straat. Oh, ook nog pas een week of zo. Nee, wel een ruim meer dan een half jaar was hij nu maar op straat. Maar had hij schoonzoon dan niet toen hij op straat dreigde te komen? Nee. Wat? Ik denk dat het antwoord nee is. Nee, toch? Maar dat denk ik toch ook. Alleen dat vraagt iedereen thuis zich af. Denkt, maar had die schouder er niet iets eerder in de pen ja, kunnen klimmen? Maar dat klimmen? Denk ik dan niet. Nee, denk ik niet. Denk dat dit namelijk ook al een beetje een manier was die misschien zo. Hij keek me zo aan van ja, toen lag ik ineens bovenop. Oh. Ja. Ja, zo gaat het soms. Ja, soms gaat. Ik weet nog wat. Wij moesten uit ons huis toen ik klein was. En toen, of kleiner nog dan ik nou ben. En toen moesten wij uit het huis. En toen moesten wij ook, we wisten ook niet waar naartoe. En toen had mijn moeder, die had ooit eens een avond gaan dansen of zo. Toen ze 16 was, 17 of 18. Mijn moeder was heel verlegen, dus ze was niet echt een ontzettend feestbeest. Maar goed, die had ooit eens kennis gehad aan de directeur van de Nederlandse Bouwvereniging. En daar heeft ze toen een afspraak gemaakt. En toen heeft ze op kantoor. En toen hadden we ineens. Nee, niet dat mijn moeder iets heeft gedaan. Nee, maar mijn moeder was helemaal niet zo. Nee, maar ik bedoel, die heeft toen verteld van ik hoe moeilijk het niet. Was. En toen zei die, ja, we hebben. Nee. Want zei mijn moeder, ja, die 16 hoge flat. Zei mijn moeder, ja, maar eventjes, Dirk. Want ik heb wel hoogtevrees. En we kennen elkaar nou zo goed. Ze lekker gedanst. Toen zei ze, dat ze de jurk weer aandeed. Zei ze, ja, maar goed. Nee, nee, want zo was mijn moeder helemaal natuurlijk niet. Was eigenlijk netjes. Maar toen zei ze wel, ja, eventjes stoppen, Dirk. Want ik heb wel erg hoogtevrees. En toen zei Dirk, even kijken. Zo zei, nou, het is meteen na de lift. En zei moeder, nou, dan kan het wel. Oh. En toen kregen wij een huis daar. Oh. Omdat we uit ons oude huis moesten. En alleen maar een dansje. Goh. Ja, nee, gewoon een gesprek. Gewoon een leuk, gewoon gesprek. Een leuk gesprek. Over vroeger van en over... man tot vrouw, mens tot mens. Gewoon. Mens tot mens. Mooi. Mens tot mens. En toen, maar goed, waarschijnlijk ook wel naar boven op de stapel geklommen. Maar wij waren ook, anders waren we op straat gekomen. Dat was natuurlijk niet mooi geweest. Nee, dat was niet mooi geweest. Dus heeft mijn moeder ons van behoed. Ja, het was allemaal mijn vader's schuld. Maar... Ja, maar zij heeft het opgelost. Ja. Dat doen moeders. Dat is mooi. Want mijn vader zei toen altijd, maar goed, dat wordt wel heel lang. Maar mijn vader zei toen altijd, als ze iets wilden hebben, zei mijn vader, als er Diners Club op de deur staat, dan mag je het hebben. Maar dat was gewoon een creditcard. Waar mijn vader dacht dat een soort suikeroom was die alles voor hem betaalde of zo. Dus als Diners Club was, dan konden we het hebben.
Nee. Ja, dus toen en daar zijn wij, daar is mijn vader toen ontzettend mee in de. Oh. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, dat je zelf dan niet kan denken, goh, dat uiteindelijk moet ik dat allemaal terugbetalen. Bizar. Ja. Ja, dat is bizar. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Allemaal goed gekomen. Nou ja, goed gekomen. Ze zijn natuurlijk overleden. Maar nee, maar met onze, de huizen. Ja, met de huizen zeker. Toch? De Elegant. Thema is bloemen en buiten zijn. Oh, nou, daar bloemen. Hou ik van. En er staat een interview in met Yvonne Kronenberg. Oh. Haar man. Ken je Yvonne? Nou, ik ken haar niet, maar ik weet wie het is. Ja, schrijfster. Ze heeft natuurlijk best wel wat gedaan. Wat ik heel grappig vond, dit zijn dan scènes uit een huwelijk. Dus dan worden er een aantal dingen beschreven. Nou, zij leren elkaar kennen. Maar wie is hij? Dat is gewoon de grote liefde. Nee, dat snap ik. Maar bedoel, heeft hij een naam? Zeker, hij heet Joep van Duin. Joep van Duin? En Joep van Duin leert zij kennen in een cafeetje. Oh. Ze is dan met een andere man. Oh. En die man die kent hem. En die zegt, dit is baas Joep. Oh. En dit is dus de Joep. Ze kijken elkaar aan en zij denkt, nou, dit is wel echt de mooiste man die ik ooit gezien heb. Nou, want ze dacht, baas Joep, daar had ze altijd van gedacht, baas Joep, dat is een dikke, kale man. En hij werkt ook in de havens. Maar dit is een hele slanke, knappe, leuke man, vindt zij. En de grap is dat ze gewoon de volgende dag met elkaar op stap gaan, terwijl ze allebei een relatie hebben. Nou, sorry hoor. Ja, maar ik wil het toch even benoemen. Want dit vind ik verschrikkelijk. Jij vindt het verschrikkelijk, weet ik. Ze gaan naar Antwerpen, ze zoenen. Oh, ze gaan naar kroegjes, ze drinken biertjes. En iedereen is woedend als ze, als ze thuiskomen. Maar wij hadden het erg leuk gehad, zeggen ze allebei. En ja, zij dat had helemaal niet door dat die man waar zij mee was, dat hij het heel serieus nam. Dus toen zei hij, ja, maar we hebben toch een relatie? En toen zei ze, oh, nou. En toen is ze gewoon toch met hem verder gegaan, met die man waar ze dus mee was. Niet met Joep. Dus heeft ze keurig 2 jaar Joep niet gezien. Toen was het over met die man. En Joep was inmiddels ook niet meer met die vrouw. Ging naar haar op zoek en vond haar in het café. Want ze wisten wel waar ze elkaar konden vinden. En toen was het eigenlijk binnen no time was het weer aan. En eigenlijk heel gemakkelijk. Dit was het gewoon. Zij vonden elkaar fantastisch. Dat is 10 jaar zo gebleven. Tot zij bekend werd. En dat trokken zij eigenlijk allebei niet. Zij werd grappig genoeg heel onzeker van die bekendheid. Zij wilde juist van hem die bevestiging krijgen. En dan zei hij weer, je krijgt van iedereen bevestiging. Moet het nou ook nog van mij? Ik word er gek van. Toen zijn ze uit elkaar gegaan voor 10 jaar. Oh. Nou, ik vind het zo wonderlijk. Na 10 jaar hebben ze elkaar weer gezien. Nou, ze zagen elkaar wel eens af en toe ergens op een feestje. Of in een café, denk ik. En toen zagen ze elkaar weer op een etentje. Zij loopt de keuken in, ze loopt terug. Ze pakt hem bij zijn schouders. Heel hard, denk ik. Nee. Ze pakt hem bij zijn schouders. Ze kijken elkaar in de ogen en zegt, en daar gebeurt het weer. Ik voelde alles weer terugkomen. En ze waren weer samen. En dat is nooit meer overgegaan. Ik vind dat heel. Ja, ik vind het lief. Ze hebben een hele mooie relatie. Ja. Ik leuk vind, wat hun geheim is. Wat jij volgens mij herkent. Oh. Zij vinden het heel belangrijk dat de ander het naar zijn zin heeft. Oh ja. En daar doen ze dus ook alles voor om daaraan bij te dragen. Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat heb ik jou ook wel eens horen zeggen. Zeker. Je moet elke dag opstaan met het idee, hoe kan ik de ander gelukkig maken? En dat doen zij. Ze houden niet van feestjes. Dat hebben ze 1 keer geprobeerd. Toen dachten ze allebei, oh, het lijkt wel of we naar het schavot lopen met z'n tweeën. Ze zijn wel getrouwd omdat zij ziek werd. Oh. En dacht, ik moet hem goed achterlaten. Dus dat is eigenlijk heel liefdevol gedaan. Superlief. Er is altijd vrede in huis. Nooit ruzie. Ze zegt, ik heb misschien geen 15 jaar meer te leven. Want het is teruggekomen en het is niet goed. Maar ze zegt, ik heb altijd al bij de dag geleefd. En ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt. Mijn leven is goed. Ja, ik vond het een lief verhaal mooi, om te delen. Lief dat, zij samen met die Joep eigenlijk heel haar leven zo is doorgewandeld. Ja, en dan van toch weer bij elkaar terug. Ja. Ja, maar toch? Ja. Oh, wat lief. Ja, ik denk altijd... Eerst, het begon negatief, hè, voor jou? Nou, ik vind vaak achter elk romantisch verhaal zijn er ook allemaal mensen die daar de dupe van zijn, zeg maar. Dus je hebt ook heel vaak, weet je, van die manier, ja, toen zag ik in zijn ogen, moest het zijn. En toen ben ik dan wel bij mijn gezin weggegaan. Denk ik, ja, nee, dat is heel leuk. En ik gun het jou, doe het vooral. Maar dan moet je niet je laat wel mensen achter en je maakt het voor mensen wel... ingewikkeld. Die ex van hem, die was zo kwaad dat ze de kinderen bij hem dumpte. En zij had zoiets, ja, ik heb nooit kinderen gewild, maar daar heb ik ook niet moeilijk over gedaan. Ik heb gewoon ook die kinderen gewoon toegelaten in mijn leven. Dus het voelt allemaal wel goed bij hun. Vind ik wel mooi, hoor. Het is echt een mooi verhaal.
Leuk dat die ex ook nog eens trap na krijgt in zo'n stuk. Want dat vind ik ook altijd ja, zo. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, maar zij was zo boos. Ze zei, zij kon het maar niet. Terwijl zij waren al uit elkaar toen wij weer samen kwamen. Ja, maar ik denk als je een interview met die ex zou hebben, dan zou je denken, oh, zo zit het. Dit zit waarschijnlijk toch helemaal anders in elkaar. Het is heel goed dat je dat zegt. Ja, dank je wel. Ja, dat vind ik heel goed. Nee, want het is vaak... Want ik gaf net een lullig dingetje even door. Klopt, niet aardig. Nee, dus het kan altijd nog anders zijn. Dus, Hashtag Hashtag mooi mens, ja. Hashtag I love it. Ik kan dit ook helemaal niet. De mens had zich ja, maar laatst had ik iemand die deed het helemaal anders nog. Die deed een soort, ik weet het niet eens meer. Die deed een hartje maken zo, weet je, voor je hart. En dan maar dan veel ingewikkelder. Ja, nou ja, goed. Ja. We gaan het over de moderne etiketten hebben. Ja. En het gaat over, mag je tegen iemand zeggen dat iemand op iemand anders lijkt? Dus goh, je doet me zo denken aan... Zwiebertje. Of jij lijkt zo op Beatrix. Snap je? Heeft iemand wel verteld dat je heel erg op die ene dwerg van Sneeuwwitje lijkt? Ja. Dus mag je dat zeggen? Ja. En dan zegt bijvoorbeeld Ingeborg Kila, die zegt wel als je bedoelt op een familielid. Dat vinden mensen doorgaans leuk. Ja. Ik dacht, nou, dat is natuurlijk dat ook zo? Niet altijd zo. Want als je zegt, goh, je lijkt zo op tante Loes. En dat je echt denkt, wie? Nee, ja, niet op die haar. Foute opa uit de oorlog. Dat is natuurlijk ook niet leuk. Dat je denkt, goh, ja, niet van gezicht, maar van kraken. Nog erger, bedankt. Nog erger, ja. En dat je bijvoorbeeld... hier zegt ook iemand, weet je wel... als je op Jeffrey Dahmer lijkt of zo. Ja. Ja, terwijl dat was op zich volgens mij niet echt een lelijke jongen. Maar die is natuurlijk wel... Nee, dat is wel heftig. Ja, dat is wel heftig. Maar deze vond ik wel leuk. Dat was Ravianne van Vliet. Die zegt, ja, het wordt helemaal ongemakkelijk als je tegen iemand zegt dat hij sprekend op Joep Sertons lijkt. Maar dat hij dat ook daadwerkelijk blijkt te zijn. Is haar jaren geleden eens een keertje overkomen in een kroegje in Den Haag. Nee, maar bijvoorbeeld ook als je zegt... er zijn wel van dat soort verhalen die van bekende mensen die dan zeggen... van ja, je lijkt heel erg op die en die, maar jij bent knapper of jij bent minder dik. Of jij bent. Ik zou het gewoon nooit zeggen. Heb je het ook nooit gezegd tegen iemand? Nee, ik heb nooit tegen iemand gezegd... goh, jij lijkt heel erg op... Dat zou ik gewoon nooit zeggen. Omdat dan maak je eigenlijk... je maakt eigenlijk kans dat je een rij van beledigingen... in één keer tegen iemand zegt. Dus je zegt eigenlijk tegen iemand... goh, je bent kaal en je hebt de grote neus en je bent te dik. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je zegt, goh, je lijkt zo op... ja, ik ga nou niemand noemen, maar ik bedoel... Nee. Snap je? Alfred Hitchcock. Nou, bijvoorbeeld, als je dat zegt, dan zeg je ineens een rij aan beledigingen in één keer. Ja. Zei iemand, had iemand geschreven, ja, Marie lijkt zo op die een uit Bridgerton nou, Brumley of zo. Ja, die jonge Brumley, nou prima, dat vind ik. En ik daar had ze een foto van bijgezet, dus die bedoelt ze. Maar die Brumley komt ook in de serie als oud nog. Nee, dat is niet dingen. En die jongen is ook niet echt knap. Maar ik vind het ook helemaal niet erg. Alleen, ik doe het zelf nooit. Ik heb mezelf daar wel op betrapt. Ik heb het laatst nog gehad, mijn redacteur van mijn boek. Ach, fijn, we hebben nog helemaal niet over mijn boek gehad. Ik zou het fijn zo even over kunnen hebben. Zij lijkt zo, nou ja, niet... Ja, ze zou dus heel goed, dat denk ik dan altijd, niet spreken. Maar denk, je zou echt de zus kunnen zijn van Lies Vissendijk. En dat zag ik alleen maar als compliment. Ja, maar dat is natuurlijk het probleem. Ja. Jij ziet dat als compliment. Maar iemand anders, die ziet zich natuurlijk heel anders. En die denkt, huh? Wat? Ja. Maar waarom zou je dat denken? Want waarom zou je niet denken, oh wat leuk, wat Lies is grappig, intelligent, knap, whatever. Ik bedoel, waarom moet je iets negatiefs dan meteen denken? Omdat mensen zo over zichzelf nadenken. Okay. Ja. Dus het is altijd, als je zegt, goh, je doet me zo denken aan Sophia Loren, dan... Wil je het wel horen? Ja, nou, ja misschien. En of misschien dan denk je, maar ja, dat kan helemaal niet waar zijn. Ik ben helemaal niet zo knap. Ja, of je denkt, of je vindt juist Sophia Loren, dat je denkt, hoezo lijk ik daarop? Want je hebt gewoon een heel ander beeld van jezelf. Dus ik zou gewoon nooit iemand met iemand anders vergelijken. Dus ik zal als tip geven, doe dat niet. Nee, ik hoor het. En ik zal het ook niet meer doen. Nee, want je kan ook zeggen van, goh, wat heb je... mooie ogen, zeggen ze altijd in Lang Levende Liefde. Als iemand eigenlijk niet heel erg knap is, zeggen ze altijd... Wat vind je mooi aan mij? Moeten ze altijd vragen stellen. Wat vind je mooi aan mij? Dat zegt ze eigenlijk. Je hebt zulke mooie ogen, denkt, oh, lekker. Ja, snap je? Dat is zo overduidelijk van... voor de rest is ze niet veel aan, dus ik haak me maar aan je ogen vast.
Want wat kan je er fout mee doen met ogen, snap je? Het is heel pijnlijk sowieso, dat soort vragen moet je helemaal niet stellen. Als je elkaar nog helemaal niet kent. Nee, maar zij moeten van het programma. Ja, dan hebben ze van die vragen. Van, als je me op straat zou zien, zou je dan omkijken? Zeg ze. Dat is ook... Nee. Dat vind ik wel grappig als mensen heel eerlijk omkijken, zijn. Ja. Voor mij is het leuk, omdat ik zit te kijken. Ja. Maar soms is het zo pijnlijk, dan kan ik het niet blijven kijken. Het is super pijnlijk, maar ik denk dat je jezelf een beetje moet harder als je hier aan meedoet. Want dit kan je verwachten. Ja, maar dat je kan van alles voor jezelf voornemen, maar je kan jezelf eigenlijk nooit echt erop voorbereiden. Je weet namelijk niet echt hoe je ergens op gaat reageren. Nee. Daar verras je je toch altijd mee, vind ik altijd. Dat is ook zo. Maar goed... volgende week weer een nieuwe. Dus onze tip is, ga het vooral niet vergelijken. Dus geef gewoon een leuk compliment. Ja. Dat is altijd fijn. Altijd leuk om dat overal en altijd te doen. Ja, strooi dat maar. Nou, tot volgende week. Tot dan weer.